Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Pokémon Blazing Emerald. In de vorige aflevering, hebben wij de zevende gym verslagen, Tetanliza. En nu gaan we Team Magma verslaan in de Space Tower. Daar staat Scott. Zullen we eerst tegen Scott praten? Oké, leuk dat je hier bent, ja. Oké, nice. Okay, dankjewel Scott. Laten we even een Pokémon vooraan zetten. Laten we hem even vooraan zetten. Zo, hier staat iemand. Moet tegen hem vechten. Wat heeft hij? Is het een Mightyena? Ik hoop het, want dan smashen we hem de moeder. Het is een Ursaring, oké. Hoppatee, Brambleback. Zuur. We strengthen hem wel. Dan ga je zomaar dood, Ursaring. Beetje stoer doen tegen mij. Wel weer een leveltje omhoog, daar houden we van. Lose hem op level 74. Holy shit. Nou. Nice. Dat was er alweer een. Deze bitch ook maar. Fampy. Wat? Een Fampy? Kom dan met een Dolphin. Ik dacht dat het een rock Pokémon was. Dan moet Bramble Bash toch super effect zijn. Goed, het zal wel. In ieder geval is Fampy dood. Oké, Mightyena. Die kunnen wij aan. Dat is best wel een donkere Pokémon namelijk. Dat was Mightyena. De machtige hyena is gestorven. Nice. Level 69. Reuniclus. En dan de Ursaring nog. Auw. Hoe durf je mij te quick attacken? Ik stomp jou naar de zon toe, wat op je buik staat. Oké. Tangrowth, je bent de baas. Nice. Zo verdient elke Pokémon een beetje zijn shine. Dat is wel leuk. Dat is een beetje zo nu en dan onze Pokémon's switchen voor welke we vooraan hebben staan. We hebben nu een Golbat. Hey, dat is een keer wat anders. Flying a poison. Of poison flying. Oh, dat deed decent damage. Hij doet boos kijken. Oh nee, Golbat kijkt boos. Nu kan hij mooi in zijn graf boos kijken. Nice. En ook wel even 57 alweer, nice. En Tentacle level 61. Steven Steen. Boy, yo, hoe durf je Steven Steen weg te duwen? Doe eens even normaal. Ik wil Tangrowth wel gebruiken. Er komen Dark Pokémon. Ik denk dat we het zo doen. Confirm. Oké, let's go.
Metagross, Skarmory en Aggron. Dit kan best een leuke fight gaan worden. Oké, die Ursaring die kunnen we in ieder geval gewoon killen. Ah, oh, jammer dat hij nou voor hem gaat. Oh, hij is wel dood. Wat beter voor de Dolphin kunnen gaan. Oh, we krijgen ook de XP te zien voor die van dingen van Steven. Dat is wel een beetje raar, hè? Oh, nu Bramble bashen we hem. Nou ja, dat kan ook. Rebel Rush. We gaan Tentacle inzetten. Nou, die Metagross van Steven is in ieder geval wel lekker goed. Oeh, Tangrowth leert Submission. Laten we eens naar Submission gaan kijken. 120. Alleen hurts ook de user. 65. Vind ik altijd zo lastig, hè. Kijk, die hurts de user, maar wel veel beter. We doen het. Eigenlijk moeten we hem iets van lefties geven dan. Dan is het toch niet zo erg. Oeh, nice. Typhlosion. Oef. Surf. Oh, niet eens KO. What the fuck? Dolphin gelukkig wel. Arcanine. Wordt wel geïntimideerd door die Arcanine. Dat vind ik niet zo leuk. Nice. Attack is gerozen. Oh ja, ik ga toch een ding attack doen. Een special attack. Oké. Okay. Surf nog een keer! Nou, de Typhlosion. En ik denk dat de Arcanine ook wel dood is. Komt hier opeens met een Arcanine aanzetten? What the fuck? Een Loose Wolf level 75, kaboom. Ja, zijn we klaar? Dank je. Een Charizard. Ik ben blij dat ik mijn Tentacruel heb meegenomen. Sir! Nice. Easy win. Steven Steen heeft me goed geholpen. Yep. Ga maar gewoon. That was so tense. Oh my god, laat me een dive geven. Nee? Hij had het over Rustboro City? Nou, daar komt hij natuurlijk vandaan, hè. Oh, hier moeten we niet heen. Dan moeten we hierheen. Ligt hier nog een pokeball of zo? Ja. Een netbal, die kunnen we gooien. Kaboom. Zo.
Pokémon Centering. Even healen. Dat kan geen kwaad. Dan moeten we eigenlijk heel even gaan kijken waar we nu naartoe moeten. Hij zei Rustboro, maar daar moet je normaal toch niet naartoe. Normaal moet je gaan diven, maar ik heb dive toch nog helemaal niet. Oh, moet je niet eerst in zijn huisje? Woont hij hier niet? Woont hij hier? Ja. En dan krijg ik nu dive en dan kan ik dan... Ah, I got it. HM08. Oké, okay, nice. Ja. Dive. Tentacruling. Voor liquidatie. Zo. Och. Het is fantastisch. Let me alone. Of leave me alone. Dankjewel, Ing. Nu kunnen we hier gaan surfen. Kunnen we hier gaan diven. Kan dit niet sneller? Dit kan sneller. Sorry hoor, anders gaan we dit echt veel te traag. Oh, hier moet ik zijn volgens mij. Yes. Oh. Wacht, hoe doe ik hier die dive? Moet ik dan helemaal naar de Pokémon? En dan die dive? Ja, blijkbaar. Yes. We die dove. Oeh, een pocket monster. Namelijk een Zubatman. Als het groene was, dan had ik hem gevangen, maar dat is niet. Pokémon, god daar get hem oh. Zubat is een vleermuis. Heb ik iets van een repel of niet? Items. Super repel. Laten we deze beetje gaan bevechten. Hij heeft een Dewgong. Oeh, die is dark. Die kunnen we submissieën. Dag, Dewgong. Oké, dit doet heel veel recoil. Dit is echt een slechte set geweest van mij. Even kijken, je moet altijd voorzichtig zijn. Wat is hier ook alweer? Ik weet niet of ik dit wel moet willen checken, maar ik ga het toch proberen. Oh ja. Er zitten echt veel te veel hideouts in deze game. Oh,
Ah, fuck, komen we hier weer, oké. Okay. Ja. Zo. Ja. We kunnen ook gewoon deze uitgang proberen. Kut, dat was helemaal de verkeerde uitgang. Och. Wat een gezever en wat een gezeik. Dit is altijd het minst leuke stukje van heel Emerald, vind ik altijd. Deze hideout. En hij is niet per se moeilijk, alleen... zeker niet als je gewoon onthoudt waar je naartoe moet. Maar... ik vraag me alleen af of ik hier er naar boven uit moet of daar rechts. Oh. We kijken wel. Ziet er wel uit als bekend terrein. Zo zien maakt het hier niet uit waar ik naartoe ga. Hier misschien wel. Die kan op? Ja, dat ziet er goed uit. Yes. Oké. Ah, we willen wel vechten. Hier moet ik zijn, want volgens mij als ik hier rechts onderuit ga, dan kom ik weer bij het begin uit. Dit stukje herken ik ook vooral van de map randomizer die ik regelmatig doe. Een machtige hyena die gesubmissied kan worden, waardoor ik al mijn HP kwijtraak. Nice. Skarmory level 58. Dewgong. Since you be Dewgong. Okay. Dewgong. Jij krijgt een overcharge. Kaboom. Since you be Dewgong. Nice. Hey, zo staat hij normaal niet, toch? Shelly heeft een Dewgong. Nou, wij submissie hier wel weer, joh. Nice. Nu komt Gorbis. Gorbis heeft een paarse staart. Of tenminste een paarse rondje op zijn staart. Gelukkig mist hij de Blizzard. Nice, dat was Gorbis. Leuk dat je meedeed, Gorbis. De volgende keer beter. Emolga grew. Dat is fijn. Let me er doorheen, alsjeblieft, ding. Moeten we ook tegen Archie vechten straks?
Dit moet helemaal niet moeilijk zijn, maar ik moet het wel goed doen. Volgens mij kan ik deze gewoon hier naar boven doen. Ik heb het niet goed gedaan. Wacht, is het zo kut dat ik nu genaaid word? Nee, dat niet, gelukkig. Lijkt me ook niet, toch? Zo. Nice. Het is Earthquake. Kijk, daar houden we van. Oh. Archie. Zo. Als je met Mighty Yenna begint, ben ik genaaid. Dat stond er. Oké. Wauw, begint hij precies met de Pokémon dat ik niet wou dat hij mee zou beginnen. Oh, dit was dom. Dat was een misklik. Oeps. Oeh, dat doet heel veel damage. Oh, valt mij. Oh, tuurlijk gefrozen. Tuurlijk, wat een onzin. Lusmond krijgt wel weer een keertje wat shine. Oef. Dat was super effectief. En wat is er met de status? Wat? Ik word genaaid die waar je bij staat. Moonraiser. Hier met jou, Martiana. Oké. Okay. Level 70 voor Euryclus. Nice. Wat krijgen we nu? Sharpedo, oké. Nice. Oeh, ik word gebeten. Dat deed veel te veel damage. Dat deed veel te veel damage. Wat een tyfus bullshit, zeg. Tuurlijk is hij eerder. Zou ik na één crunch dood zijn? Dat zou heel jammer zijn. Wow, dat is een crit ook nog eens. Wat een kutpotje is dit. Hij is ook nog eens fucking snel. Een HP. Hmm.
R/. Oké. Sharpedo is dood. Nog 2 Pokémon te gaan. En ik heb zelf ook nog maar 2 Pokémon. Waarvan 1 Pokémon volgens mij iets heeft. Ja, gaat poison. Maar dat is niet zo erg. Oké. Okay. Dit kan een one-hit KO zijn met Moonracer. Oh, ik word dat is zo raar hoe dat gemaakt is. Dat ik gehit word door poison terwijl ik nog niet eens een beurt heb gedaan. Oké, okay, nice. Alligator. Ben benieuwd of dit een beetje damage doet. Zou die een potion gaan gebruiken? Nice. Ik heb hem in ieder geval verslagen. Maar ik voel me wel echt hard genaaid, jongen, deze battle. Deze battle was echt pijnlijk. Gelukkig. Archie is verslagen. Ja, gooi jij je rode orb maar in het water. Nice. Kyogre is gone. Oké. Ga dan maar weg. Je hebt verworpen Kyogre. Dat klopt, ja. Ze gaan vechten hier. Bitch fight, bitch fight. Oh, laat me de rust. Hey, thank you very mucho. Oké. Komt Steven Steen komt nog even langs. Ja, naar Zootopolis. Ik weet hoe het werkt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.